Ik weet helemaal niks, bro. Ik ben nu geblesseerd, toch? Ik ben nu in Nederland. 3 dagen en dan ga ik weer terug. Dus pas wanneer ik die schema thuis heb, dan pas weet ik het. Ik ben een koppel op een toetje. Ik had niet meer op een loketje. Ik was in die checken, wat fuck is je? Ik kom van Istanbul. Ik ben nu onderweg naar Den Haag. Naar mijn hometown. Van mijn huis. En dan gaan we naar de kapper toe, naar Berakat. En dan ga ik even naar de zaak toe, kijken hoe het op de zaak gaat. De fysio vroeg aan mij als ik heel graag naar Nederland wil gaan. Ik zei van, ik hoef niet per se naar Nederland te gaan, maar als het moet, dan moet het. Voor mijn hamstring, ik was de wedstrijd tegen Fenerbahçe. Ik voelde al de hele week voelde ik al mijn hamstring, dat die gespannen was. En tijdens de wedstrijd van Fenerbahçe in de 20e minuut kap. Stond hij eventjes op slot en toen kon ik niet meer verder. Ja, om mijn vader en mijn moeder te zien vind ik het belangrijkste. Om gewoon eventjes in de ogen aan te kijken, een kruffeltje en dan gelijk weer naar huis. Ja, en, dat is voor mij het belangrijkste als ik mijn ouders zie. En de mensen die om me geven en de mensen die, waar ik een goede band mee heb, dat ik die gewoon eventjes zie. Een aardig mensen. Dus alleen wanneer je in Nederland was, dan wilden mensen gewoon met je hangen, chillen, dit, bla bla bla. En dan wanneer je in het buitenland bent, dan hoor je helemaal niks van. Ze nog ineens van hoe gaat het, hoe heb je gespeeld of die of dat. Ja, ik ben nu veel ouder geworden en ik heb dat allemaal ingezien. Dus die mensen heb ik allemaal aan de kant geschoven. Dus ja, ik heb eigenlijk nu maar 3, 4 jongens waar ik, die ik dagelijks, wekelijks spreek. Het moet van 2 kanten komen. Dan voel je gewoon dat het echt is of niet. En ja, zo is het tegenwoordig in het leven. Je hebt geen echte real niggas meer. Make it out the hood, they say you Hollywood. How dare you niggas tell me that I got it good? Gotta check and treat the niggas like I'm Robin Hood. Ja, dat is gewoon dat ik het leuk vind. Je hebt altijd haters tussen. Blijf lekker voetballen. Ga niet. Als mensen weten wie ik ben en weten hoe ik ben en hoe ik sta in het leven, weten ze sowieso dat ik scheid heb aan alles. Dus. Dat de mensen gewoon moeten doen wat ze zelf willen. Ze moeten niet zich laten beïnvloeden door andere mensen. Omdat hun dat doen, dan moet je dat ook gaan doen. Je moet gewoon doen wat je zelf wilt. Je moet je nooit laten belemmeren door andere mensen. Dat andere mensen zeggen van nee, je moet dat niet doen of je kan dat niet. Je moet gewoon altijd je proberen het uiterste uit je carrière of wat je ook doet. En proberen te halen. Dat wil ik alleen meegeven aan de kinderen. Aan mijn kinderen sowieso. Ze moeten doen wat ze zelf willen. Mijn zoon, mijn dochters. Ze moeten doen wat ze zelf willen. Ik ga ze nooit pushen. En voor de rest, ja. Zolang ze gelukkig zijn, gezond, is voor mij het belangrijkste. En dat hoop ik ook met de medemensen. Krachtie. Bucky, what's going on? Man, like fucking Vlado, innit? Eh, eh, catch right there, hold fast. Laat die shit niet lekker bij de domste in de klas. Die kleine die is magic van mijn schoenen. Dat had ik van mijn vrouw. Ze zit de hele dag aan de telefoon. Dan heb je er nodig? Nou, als je thuis bent, heeft ze die telefoon zo in de hand. Dus nu heb je er nodig, neemt ze de telefoon niet op. Echt, dit is mijn vrouw. Echt ongelofelijk. Hey, baby. Ben je zoon aan het baden, joh? Oh, je bent mijn zoon aan het baden. Oké. Hey, baby, ik ben bij het huis. Maar die alarm zit erop, toch? Ja. Dus wat moet ik doen? Hallo? Pleur op, man, boer. Wat? Hallo? San? Sanne? Zeg die code even dan. Ik heb zo'n uitzet. Oh, is goed. Is goed. Nee, schat. Ja. Nice.
geweest? Vanaf de zomer niet. Vanaf begin zomer. Midden zomer. Ben je er een tijd niet geweest? Ben ik een tijdje niet. Ah ja. Yup. Weet je hoe lang ik je niet heb gezien, vriend? Als er nog, volgens mij is er nog stof op je hoofd, vriend. Kanonnen zeg. Kill, zeg maar man. Als je klaar bent met de koffie en zo, moet je me bellen. Ik heb waar ik ben. Is cool. Dan figure it out. Is cool. En Tini is een hele goede vriend van mij. Dat is een van mijn vrienden die ik op één hand kan tellen, die me altijd checkt. En ik check hem ook altijd. Gewoon. Yeah, want die chat is privé. Break in the system. Die rappers halen niet meer. Stoelen zijn van leer. Ik doe een harde zeer. Wat? Ik ga tanken. Ik ga tanken, ja. Ga gelijk tanken. Manager hier zo. Dus maak geen grap, hè. Geen trainerspakken binnen. Hij wil me gewoon weigeren. Lobby, ik zie je dadelijk. Hé, hey, vrijgezel! Wie jij? Hij gaat trouwen, hè? Nee, wat wie is er? Mette dingen. Is Mette is vrij. Jij geschorst, hoor. Nee, geblesseerd. Ik had je pas later herkend toen je daar over kwam, ik wist niet. Oh nee, maar niet uit. Als ik wist, had ik helemaal niks te zeggen. Nee, dat maakt echt niet uit. Ja, ik ben zelf van Trabzons. Maar vandaag tegen Fenner was jij. Ja, man. Ja, gekke wedstrijd. Gaat Michael spelen? Ik weet niet, man. Ik denk die ding gaat spelen. Sturridge? Ja, hij is wel een goede aankoop, man. Waarom goed? Waarom moet die Sturridge zitten? Om de twee maanden is hij geblesseerd. Dat vergeten de helft. Hij is wel matig, hij is wel matig. Nee, hij is goed, maar hij is altijd geblesseerd. Ja, geblesseerd, hij raakt vaak geblesseerd. Dat is cool, dat is goed, man. Oké, hey. Mijn niggas flex zo groot, hè? Oké! Hoe is het? Gaat het goed, hè? Hey, how's it? How's it? Good? Good, how's it? Wat gaande dan? Wat zeg je? Ik heb die petten. Als je me had gebaard, heb ik petten meegenomen, man. Ja, hij zei tegen mij morgen. Hij heeft mij getekst morgen. Hey, hey, hallo, Ik denk, alles wanneer ik voor dingen speel op een manier, ik verlies, man. 11-3, babe. Hey, 11-3, come on. Hey, jij bent echt troep. Laat me spelen, laat me spelen. Kijk, hij gaat hem nooit catchen, let op. Hij was 1.3 en hij is nu 1.6 waard of zo. Maar dat is kaal, hè? Dan moet je nog alles binnen zetten. Ja. Maar hoe heb je gevierd dat je daar bijvoorbeeld die os had? Hij was daar al gebouwd. Dus hij was al gebouwd? Ja, hij was al gebouwd, dus ik heb het helemaal laten renoveren. Die nieuw. Ja, die os was al gebouwd. Dus ik heb het helemaal opnieuw laten renoveren, helemaal. Van de binnenkant en de buitenkant een beetje.
Dus op zich, ja. Wanneer was die gebouwd? Hij was al 2 jaar daarvoor was hij gebouwd. This shit about a green piece of paper can turn you to a hater. When you can't bring up one time, you return me for a favor. So I play these niggas real close, talking closer than my neighbors. Cause I know the signs when niggas switch sides, catch them vapors. Berakat is mijn kapper. Even de lijntjes ophoeken en wat dan maar doffe afro doen. Oeh, hoe kan we waren daar net. Ja, maar jij drukt het zomaar weg. Nee, die navigatie gaf aan dat je moest omrijden voor niks. Daarom nee, drukte ik hem weg. Jij drukte het zomaar weg. Jij okay, drukte het weg. Okay. Jij. Ja, is mijn fout. Je moet geen andere mensen de schuld geven. Hè? Voor die private kwartier toch? Oké. Uiteindelijk wel, want ik was weer stukken. Even mijn eigen dingetjes doen die je in Turkije niet kan doen. Die kom je gewoon lekker hier doen. Even mijn haren knippen. Het is altijd lekker, man. Yo, ik wil er gewoon zelf verzorgd uitzien. Niet van dat ik op een junkie lijk of zo. Dus, maar voor de rest wat andere mensen ervan denken. Kom ze in de klas. Die vrijheid die is matching van mijn schoenen tot mijn jas. Vrijheid is de limit en de limit van mijn pas. Digital dad, yeah. Dat is een driebeen, hè? En ze hebben dat meisje gered, hè? Ze leeft er nog. Ja, nou joh, die weten wij wat er nu op gebeurt. Ik weet, ik heb al gezien met die Chinezen. Hebben die Chinezen gezien? Zijn gruwelijk, hè? Wie? Stoppen er gewoon in de wasmachine. Ja. Maar elke keer als ze nu wel wat willen doen, ze hebben die man vermoord, hè? Heb je dat gezien? Ja, met die draad. Met die draad bij zijn keel. Achuba, chuba, chuba, chuba. Ma. Heb papa maar dan? Ja. Als je dus boven in Zakken bent, moet je even die kranen aanzetten van alles, van de wasbak en zo. Want die zijn heel droog, dus dat zie ik nu heel erg. Het zal iedereen laatst al gezegd. Is goed. Ik doe het als thuis mee, ja? Doei. Is goed. Doei. Doei. Is goed. 14e, 13e, 14e maak produceer ik al. Maar niet dat ik het weggeef ofzo. Gewoon omdat ik het leuk vind en af en toe als er echt een potentiële beat niet tussen zit, dan breng ik het gewoon uit. Ja, ik had het wel verwacht, maar ja, als je zo jong bent, ben je op zich beide niet mee bezig. Vanaf mijn 16e speel ik al prof op betaald voetbal. Ja, mijn ouders zijn natuurlijk trots. Ze wisten al van tevoren dat ik dit heel graag wou. En ze hebben me alleen maar gepusht om profvoetballer te worden. Huh? Where they do that at? Time is in knowledge, man. If I get it, I get it, I got it. I say for calling you. What's up? Who are these? They be pleased, guys. I'm the one without a doubt. Yeah. Yeah. I like it. Dit is fijn niet, hè? Het is oude cd, bro. Niet bij mij komen, papa. Niet bij mij komen, ben je gek? Kijk op camper, kijk op camper. Hij speelt vals weer. Hij speelt weer vals, met flashbang en zo. Ik heb geen flashbang. Yes, 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 jullie hebben gezien. Dat is Eldre Elia. Dat is mijn eerste vlog. Gewoon klein. En binnenkort een nieuwe clip. En dit is gewoon mijn lifestyle. En jullie gaan nog meer zien. Later.